Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Poelenburg Vlog. Zoals jullie hebben gezien heb ik al 2 weken geen video geüpload. En dat komt omdat ik een beetje ziek ben geweest. Ik ben eigenlijk nog steeds ziek, zoals je misschien wel kan zien en kan horen aan mijn stem. Maar ik dacht, ik ga vandaag wel een video voor jullie opnemen. Sorry als jullie het geluid niet zo goed kunnen horen, want het waait vandaag nogal hard. Ik sta nu in de stal bij Desperado. Ik ga op Desperado rijden in de les. Cynthia geeft de les, maar ik weet niet of het haar lukt om te filmen. Mocht het nou niet lukken, dan krijg je geen beelden te zien van de les. Maar ik ga jullie dit weekend wel het hele weekend meenemen. Want ik heb dit weekend de oppas op CISO. Maar eerst ga ik jullie wat laten zien van Desperado. Desperado staat hier achter me. Hij kijkt even niet in de camera. Hij is altijd op stal een beetje bozig. Maar... ja, hij heeft me wel geaccepteerd in zijn leven, want ik ken Desperado al best wel lang. Maar in de paddock, zoals jullie misschien hebben gezien, is hij altijd heel erg lief. En met longeren is hij ook altijd heel erg lief. Dus, maar ik ga nu even opzadelen. Nou, Desperado, vertel onze kijkers eens even hoe het vandaag gegaan is. Blije blik! Ja hoor, zo is het inderdaad gegaan. Het ging hartstikke goed. Voor zijn doen heeft hij super goed zijn best gedaan en hij dacht echt met me mee. En hij heeft echt super goed meegewerkt. Dus naast een paar bokkensprongetjes en wat wegspringen is hij super braaf geweest. Dus ik ben super tevreden over Desperado. Ik ga nu even snel afzadelen, want hij staat hier lekker op stal. En dan kan ik hem nog even buiten zetten. Dus ja, dat ga ik nu doen. Echt vet schattig. Nou, koppie. Terwijl Desperado lekker buiten staat, ben ik naar CISO gegaan en ik ga CISO nu even poetsen en opzadelen en dan ga ik lekker met CISO rijden. En misschien gaan we nog wel even een stukje zonder zadel doen, maar dat weet ik nog niet. Dus dat gaan jullie misschien nog wel even zien. Ik moet nog even kijken of ik iemand kan vinden die kan filmen, want het is vandaag echt een chaos op stal. En de twee meiden die altijd op stal zijn, zijn op buitenrit en dus zijn er even wat andere mensen aan het helpen op stal. Maar het is dus echt super druk. Dus ik weet niet of ik iemand kan strikken om deze camera even vast te houden terwijl ik CISO aan het rijden ben. Dus dat gaan jullie nog zien. Het is vandaag zondag en ik heb gisteren niet meer gefilmd, maar er loopt daar iemand. Vet ongemakkelijk dit. Nou ja, ik ga gewoon lekker door met mijn verhaal. Ik had gisteren dus niet meer gefilmd en zoals jullie kunnen horen kwam dat een beetje omdat mijn stem me verlaten had. Ik klink nu nog slechter dan dat ik gisteren klonk. Nou ja, aan het einde van de middag klonk ik slechter.
Maar het wordt er niet beter op. Maar goed, het rijden ging eigenlijk best redelijk. Ik heb vooral gefocust op dat Siso aan mijn been was. Dus we hebben echt super veel overgangen gereden. En hij blijft dan bij mij nog niet nagevelijk. Dus dat was jammer. Dus dan ziet het er een beetje ezelig uit. Maar hij was in ieder geval aan mijn been. Dus daar was ik heel tevreden over. En daarnaast had ik de tip van Jill uitgeprobeerd. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Maar Jill Huibrechts had een video gemaakt waarin ze vertelde dat veel ruiters achter de beweging van hun paard rijden. En dat je dat kan testen door 2 keer te gaan staan in plaats van te gaan staan zitten. En dat heb ik geprobeerd. En ik merk dat ik bij Siso best wel achter de beweging rijd. Dus dat het goed is dat ik dat getest heb. Want nu lette ik erop en nu was hij een stuk voorwaartster en bleef hij ook beter aan mijn been. Dus dat is positief. Daar gaan we vandaag lekker mee verder. Dus ja, ik hoop dat ik vandaag wel iemand kan vinden om te filmen. Anneke's ouders zijn, maar ze is er nog niet. Ze heeft me ook geen appje gestuurd, dus ik ben bang dat ze nog slaapt. Maar ja, jullie gaan het zien. Oh ja, ik zou vandaag op buitenrit gaan, maar ik weet niet of jullie het weerbericht gezien hebben of überhaupt vandaag buiten zijn geweest. Maar het is echt verschrikkelijk weer. Misschien kan ik het wel even laten zien. Net op de weg. Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ik ooit in mijn leven een slipcursus had gedaan. Want het was net alsof ik op een rivier reed. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed, we hebben het overleven, zijn op stal aangekomen. En ik zal nu even laten zien hoe verschrikkelijk weer het hier is. Nou, genoeg gekletst. Tijd om Siso van stal te halen en lekker te gaan opzadelen. Nou, ik had helemaal gelijk over Anneke. Die lag nog lekker in de bed te knorren. Ze stuurde me om 11:30, denk ik, een appje. Moen, ik lig nog in bed. Dus die was er niet om te filmen. Dat was wel jammer. Maar het rijden ging best wel goed met Siso. Het was goed dat ik even consequent was geweest op dat hij aan mijn been moest zijn gisteren. Want vandaag was meneer super aan mijn been. En konden we ook wat meer werken aan de ontspanning daarin. En de ontspanning in de overgangen. Dus dat ging al een stukje beter dan gisteren. Dus ik ben heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. En we gaan deze lijn volgende week gewoon weer doorzetten. Nu ga ik Siso even afzadelen. Hij staat achter mij best wel een beetje te slapen. Want hij is best wel een beetje moe van onze training vandaag. En daarna ga ik hem nog even lekker buiten zetten. Ik zal jullie ook even laten zien door welk zwembad ik net gelopen ben. Mijn voeten zijn echt helemaal nat en koud. Maar gelukkig heb ik droge sokken meegenomen.